Mensen, de Cast of Fame begint eerst en dan ga ik het hebben over het verhaal. Het verhaal wat best wel heftig is en trouwens, het is een moeilijk verhaal, maar ik ga het toch uitleggen en het komt helemaal goed. Maar mensen, wie is er op de Cast of Fame? Ik maak het nog even spannend, dus ik ga nu zeg maar vertellen wat je moet doen om op de Cast of Fame te komen. Allemaal massaal liken, de 50 likes, kom, we kunnen de 50 likes halen en natuurlijk massaal abonneren. Je moet geabonneerd zijn trouwens en even reageren dat jij op de Cast of Fame wil. Oké, okay, Gamen met Thomas staat erop. Jij staat op mijn kast nu. Nou Thomas, jij staat op mijn kast. Goed zo, lekker bezig. Mensen, ik wil het even hebben over het verhaal wat er is gebeurd. Gisteravond hoorde ik geluiden in de logeerkamer. Dat is daar zo. Het is best wel eng trouwens en best wel spannend. Ik heb voorgesteld om dus camera's neer te gaan hangen. Dus camera's die 24/7 daar hangen. Ik kan wel even een beeldje laten zien dat die camera's daar echt hangen. Oké, mensen, mijn vader heeft dus een tante, ze heet Tante Wil. En ja, het was ook een tante voor mij. En het is zeg maar zo dat wij dus haar hebben geholpen met toen ze dood ging. Allemaal hele rare verhalen, allemaal gekke verhalen. En ik denk dat zij nog hier rondzwerft. Serieus, dus even geen fatsoentje. Kijk, dit is zeg maar de tante en dit is de mevrouw. Het is via Gmail gestuurd, want ik wou een goede foto hebben van haar. En dit is zij. Dit is die ene vrouw. En het is zeg maar zo dat wij dus... Ze stond op sterven. Ze had niemand. Ze had geen ene familie. Ze had helemaal niemand meer. Haar dochter was weg. Iedereen heeft haar verlaten. Het is best wel zielig voor haar. Tuurlijk, wij zijn er voor haar geweest. En ik denk dat zij als geest hier nog rondloopt. In mijn huis en ik weet het wel zeker. Ik heb gisteravond, ik durf eigenlijk niet in die kamer te komen, maar we gaan het gewoon doen, fuck it. En ik ga gewoon iedere dag de beelden checken en kijken wat daar aan de hand is. Ik wil weten wat daar is en ik weet niet wat ik moet doen, mensen. Het is een beetje spannend, want ik heb eigenlijk nog nooit met geesten te maken gehad. En gisteravond, ik zal het gewoon uitleggen, het verhaal. Een stukje van het verhaal, want als het heel het verhaal wordt, dan wordt het heel erg moeilijk allemaal. Gisteravond, ik kan gewoon niet slapen. Ik kan niet slapen, echt niet. Ik ben gewoon slecht in slapen. Ik ging naar de wc. Toen ik naar de wc ging, toen hoorde ik een geluidje in die kamer. Ik zal nog even de beelden laten zien, live beelden daarvan uit. Ja, dus die kamer, daar hoorde ik allemaal getik en geklop. Ik dacht, wait, yo, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Je weet, ik stond helemaal stijf en ik dacht, fuck, wat moet ik nou weer doen? Ik weet niet wat ik moest doen. En ik vond het moeilijk, ik vond het raar. Ik kon gewoon niet meer slapen. Je ziet gewoon de wallen onder mijn ogen wat ik heb. Ik denk dat ik gewoon mijn dagboek even ga doen en dan gaan we afsluiten. Dit is dus de eerste keer dat ik mijn dagboek ga inspreken en dat is voor jullie en voor mezelf. Ja, ik ben naar stage geweest en er is niks gebeurd. Ik heb daar camera's hangen, dus ja, jullie hebben de beelden gezien, dus dat zien jullie daar. En ja, er is vandaag niks gebeurd. Even kijken. Wacht eens. Trouwens, ik zeg dat er wel niks is gebeurd. Maar ik had wel daarnet wat gehoord trouwens. Maar dat ga ik nog even niet zeggen. Dat is gewoon iets. Ik ga bij de tweede aflevering zeggen wat ik heb gehoord. Want jullie moeten gewoon lekker morgen weer kijken. Dan is er een nieuwe video. En ja, er is niks gebeurd. Gewoon rustig. Ja, ik hou de camera's goed in de gaten. En ik sluit het dagboek vanaf hier uit. Dus ja, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie je weer later. Dag dagboek.